Rolf Dolfs, wethouder van de gemeente Geelse Rijen. Vandaag is het dan zover. Veel voorbereiding, maar hij staat er. Nou, hij staat nog ingepakt en hij rolt dadelijk de hal binnen. En dan hebben we in eerste instantie de start gemaakt met het Rotary Wing Trainingscentrum hier in Geelse Rijen. Wat gaat er hier allemaal gebeuren op dit terrein en wat is de bedoeling van dit hele project? Nou, is het leuk om dan even bij de start te beginnen. Een tijdje geleden is er door gemeente Tilburg en provincie Brabant een subsidie ter beschikking gesteld van samen 10 miljoen euro om een aerospace maintenance cluster te gaan organiseren in Midden-Brabant. Uiteindelijk is de locatie op het Ericsson-terrein, noemen we het hier in Geelse Rijen, als beste naar voren gekomen. En hier moeten twee initiatieven gaan ontplooid worden. Dat is het Rotary Wing Trainingscentrum en een simulatorenpark. Het eerste, het Rotary Wing Trainingscentrum, dat wordt vandaag het is volop in reparatie. Volgende week wordt het opgeleverd. En vandaag, ziet u achter staan, komt de Chinook. Die komt binnenrijden. Ja, want er is nog wel wat te doen. Hè? Het is nog niet helemaal klaar. Hij staat hier nog helemaal ingepakt. Met een convoy exceptioneel hier naartoe gekomen. Er was een hele planning aangepast, zeg maar. Nou, ik heb het een beetje van de zijkant mogen volgen. Maar de mensen van Saan, die hebben hier een hele mooie klus geleverd. Het begon al in de haven in Baltimore, waar hij op het schip gegaan is. Tot in de haven in Amsterdam. Dan op het convoy exceptioneel. Het is een hele tour om dat ding hier op veilige manier te krijgen, maar het is gelukt. Wat betekent dit uiteindelijk voor de werkgelegenheid, dit project op de duur? Er is een onderzoek. Kijk, hier hoort u al een Chinook. Dat is wel mooi. Dat is dan van de vliegbasis. Maar als je kijkt naar de werkgelegenheid, onder het initiatief van Aerospace Maintenance Cluster Midden-Brabant, er ligt een onderzoek onder van de Universiteit van Tilburg. En daaraan spreekt men voor additionele werkgelegenheid tot 4.500 FTE voor de regio. Dus dat zou zeker mooi zijn in deze krimpende economie in deze tijd. Ja, want ik kan me voorstellen dat u als gemeente, maar zelfs als heel Midden-Brabant, daar heel blij mee bent. We zijn niet een beetje blij, we zijn heel erg blij. En wij zien ook de komst van Boeing met het trainingscentrum hier als een vliegwiel om ook andere bedrijven aan te trekken. Daarbij wil ik zeker ook niet onvermeld laten tot de eerste twee bedrijven hier al zitten. Dat is Aerocat en AIS. Wat is de betrokkenheid van de vliegbasis zelf, van de vliegbasis Geelse Rijen? Nou, ze leven enorm mee. De directe betrokkenheid is minder, want het is een privaat initiatief. Waarin wij wel hopen op den duur een goede klant te krijgen aan Defensie. En die gesprekken zijn gaande. Maar dat is nog niet concreet? Dat is nog niet concreet. Maar er zijn de mensen van WCA, van het trainingscentrum, zijn volop bezig om ook daar contacten te leggen met Defensie. Om hen ook klant te maken van het Rotary Wing Trainingscentrum. Is er dan wel voldoende economische basis om zo'n groot project al hier neer te zetten? Jazeker, want het is natuurlijk geen landelijk opleidingscentrum, het is een wereldwijd opleidingscentrum. En in maart gaan ook de eerste trainingen al beginnen. En dan hopen we een groep mensen uit Australië te verwelkomen. En verder weg vanuit Nederland kun je bijna niet zitten. Het is echt een wereldwijd trainingscentrum. Nou is hier een Chinook aangekomen vandaag. Maar het wordt dus eigenlijk een opleidingscentrum voor allerlei vliegvaartuigen, om het zo maar eens te zeggen. Nou, we beginnen bij de Chinook. En we hopen in de komende jaren nog één of twee andere types ook hier naartoe te krijgen. Daarin zijn de gesprekken nu voor nu volop gaande. Dus we denken niet alleen dat dit een eindstap is, dit is een begin voor een verdere ontwikkeling. Dus meerdere soorten, meerdere typen vliegtuigen, misschien ook helikopters en alle andere zaken waar je mee kan verplaatsen. Ja. Nou, we richten hier in eerste instantie op een Rotary Wing Trainingscentrum, dus daar praten we over de helikopters. En elk type heeft zijn onderhoud nodig, dus daarop gaan we voortborduren. Dus ook onderhoudsmensen komen natuurlijk hier in opleiding? Absoluut, want dat is de bedoeling, ja. En het programma, hoe ziet het programma van vandaag eruit? Rond een uur of half vijf, vijf uur, dan hopen we tot de Chinook de lucht in gaat. Dan niet gemotoriseerd, maar aan een kabel. Dan wordt hij daar geplaatst. Ja, dat kunt u nu niet zien, maar achter u wordt hij geplaatst. En dan wordt hij de hal binnengerold. Dan zullen we dat ook feestelijk gaan openen en er zullen nog wat stichtelijke woorden gesproken worden. En dan is er weer een mijlpaal gezet in Midden-Brabant. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. Heer Huizentveld, vandaag toch wel feest eigenlijk, mag ik wel zeggen. Het is een bijzondere dag voor u. Hoeveel voorbereidingen heeft u wel niet gehad om dit allemaal te gaan waarmaken vandaag? Nou, de nodige voorbereidingen zijn al vele jaren gaande. Ik ben al 4 jaar in gesprek met Boeing over een mogelijke vorm van samenwerking op het gebied van opleiding en training. Het heeft heel lang geduurd, want Boeing is ook een heel groot bedrijf om mee te gaan samenwerken. Het gaat niet allemaal heel makkelijk, het gaat allemaal over heel veel schijven. Ja, en in principe, het is ons eindelijk gelukt om ze hier naartoe te halen. Op basis van exclusiviteit voor de wereldmarkt, voor de Chinook training. Daar zijn wij echt ongelooflijk trots op.
Had u twijfels? Dacht u van, komt het ooit wel? Gaat het wel gebeuren? Ja, maar natuurlijk. Je hebt altijd twijfels als je dingen wil realiseren als je ergens van droomt. Het is altijd onze ambitie en droom geweest om dat hier in Nederland te realiseren. En als je 4 jaar ergens mee bezig bent en het is altijd met vallen en opstaan, ga je ook weer een stapje verder. Maar uiteindelijk is het toch gelukt en ja, ik ben er heel erg blij mee. 10 miljoen subsidie, dat is een fors bedrag, hè? Het is een heel mooi bedrag en daar kunnen we een hele mooie start mee maken. Wat gaat u er allemaal mee doen? We gaan er hele mooie dingen mee doen. Het is natuurlijk niet alle. Het hele subsidiedag is niet alleen voor de World Class Aviation Academy en het Rotary Wing Training Center. Maar ook voor andere initiatieven hier op Gate2. We gaan ons opleidingscentrum en mee inrichten. We gaan ook exporteren voor de komende jaren. En we gaan zorgen dat we heel veel klanten gaan krijgen wereldwijd die allemaal naartoe moeten gaan komen. Hoe is de overheid betrokken in dit project? Want die geeft toch veel geld. En wat is het belang van die partijen? De overheid is overal bij betrokken. Het is ook uniek in ons concept, het samenwerken tussen overheid, ondernemingen, onderwijs en het onderzoeksveld. De 4 O's in dit geval. Ja, en het belang van de overheid is toch eigenlijk werkgelegenheid, economische groei en innovatie. Het is hoog op de agenda in Nederland. Ook belangrijk dat het hier gaat landen in Midden-Brabant. Welke gemeenten zijn er bij betrokken? Ik dacht Tilburg, hè? Gemeente Geelse Rijen, de provincie geloof ik ook nog. Ja, daar zijn er die partijen die er helemaal bij betrokken zijn. Die zijn vandaag ook allemaal aanwezig? Als het goed is wel, ja. Ja, dan ben ik eigenlijk benieuwd. Werkgelegenheid. Ik hoorde 4000 mensen van de wethouder van de gemeente Geels en Rijen. Hoe snel gaat dat gebeuren? Nou, als we met de weg de geleidelijkheid gaan. Kijk, 4500 mensen, wat berekend is door de Universiteit van Tilburg, is natuurlijk een groot aantal mensen ook voor de werkgelegenheid. We zullen ook dit park moeten gaan ontwikkelen en ook verder in de regio om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Maar in principe, ja, we hopen dat heel snel te kunnen bereiken. Ja, want zoveel mensen plaats je natuurlijk niet alleen hier in dit gebouw, hè? Nee, natuurlijk niet. We zijn bezig met de complete cluster hier om dat eigenlijk verder te ontwerpen en ook verder vorm te geven. Er zijn heel veel initiatieven gaande. Ook een bedrijf als Boeing zal heel veel andere bedrijven gaan aantrekken. Heel veel bedrijvigheid, veel werkgelegenheid en ook zeg maar, de omringende industrieën kunnen daar gewoon van mee profiteren. Is daar veel onderzoek naar gedaan? Is het uitgebreid doorgerekend? Er is veel naar gekeken, ook veel gerekend om het zo maar te zeggen. De Universiteit van Tilburg heeft er een complete studie aan gewijd. We hebben gekeken wat de mogelijkheden zijn. Het zijn natuurlijk aannames, zekerheid heb je nooit. Maar het ziet er gewoon heel goed uit voor Brabant. Ja, is er ook behoefte en vraag naar zo'n project als dit? Ook zeg maar zoveel ondersteuning voor de luchtvaartbranche? Ja, het is eigenlijk uniek ook binnen de luchtvaartwereld. Boeing heeft voor ons gekozen om op basis van exclusiviteit van 20 jaar een partnership aan te gaan. Een strategische alliantie. Alle opleidingen voor de Boeing Chinook helikopter worden vanaf heden in Nederland gegeven. Ja, dus eigenlijk we hebben de wereldmarkt nu aan onze voeten liggen. Ja, maar nou denk ik, veel burgers zullen denken Chinook helikopters. Ja, dat is toch gewoon oorlog? Dat betekent gewoon vechten, het leger? Ja, de Chinook is natuurlijk een helikopter dat veel wordt gebruikt bij Defensie. Het is met name in een stukje ondersteuning om allerlei mensen te vervoeren, maar ook middelen. En ze wordt ook ingezet voor andere projecten en calamiteiten. Wordt die commercieel gebruikt? Kunt u wat voorbeelden geven bij welke bedrijven of organisaties zo'n helikopter wordt ingezet? Nou, het is met name een militaire inzet, de Chinook. Maar het is ook, ze worden gebruikt in bijvoorbeeld in Canada in de bosbouw. En daar maken ze echt gebruik van de trekkracht van de Chinook helikopter. Hoe ziet u die commerciële uitrol verder? Dus zeg maar van minder militair naar civiel? Nou, de markt is met name militair georiënteerd. We zullen ook gaan kijken of we nog wat meer klanten kunnen gaan werven op de wereld. Samen met Boeing en het Business Development Team. Ja, we gaan kijken wat de andere mogelijkheden zijn. En ook nieuwe gebruikers zullen bij ons worden opgeleid. Dus als dat inderdaad civiele instanties zijn, overheden, dan gaan we ook hen opleiden. Betekent dat ook andere types, ook andere manieren van vliegen misschien? Nou, niet echt. Het gaat nu om de Chinook, om de helikopter. Het gaat eigenlijk met name om het werven van klanten. Maar het is wel sterk de behoefte om niet alleen de Chinook op te gaan leiden, of de mensen voor de Chinook op te leiden, maar ook voor andere types. En de basis zelf, Geelse Rijen, vliegbasis Geelse Rijen, is die ook betrokken bij dit project? De luchtmacht is natuurlijk zijdelings betrokken bij dit project. Het is wel zo dat de WCA is een initiatief van het ROC West-Brabant met andere partijen. En ja, de luchtmacht is een mogelijke klant van de WCA. Ze hebben ook contracten gesloten met Boeing. Tot op heden gingen de Nederlandse studenten naar Amerika, naar Delaware. De stad Wilmington. En ja, vanaf nu kunnen ze terecht aan de overkant van het hek bij de World Class Aviation Academy, het Rotary Wing Training Center. Ja, dus als ik u goed begrijp, is er al een trainingscentrum in Amerika. En dit is eigenlijk het Europese trainingscentrum, moet ik het zo dan zien? Nee, er was een trainingscentrum in Amerika. Inmiddels is dat gesloten. En alle middelen zijn overgebracht naar Nederland, waaronder de helikopter die hierachter staat. Ja, dus eigenlijk op basis van exclusiviteit hebben wij nu de wereldmarkt.
Is dat niet raar? Want Boeing zit toch in Amerika en dan zou je zeggen, daar gebeurt het en dan gaan ze het hier naartoe zetten. Is dat vanwege de subsidies en misschien de belastingvoordelen? Ja, misschien wel een goed ondernemersklimaat, hè? Dat is heel duidelijk. Maar ze hebben gekozen voor ons ook in Europa als hub, de gateway to Europe en ook naar Azië en naar het Verre Oosten. Ja, in principe ligt daar de markt ook voor Boeing, voor de Chinook helikopter. Ja, en de grootste klant in Amerika, de US Army, die heel veel van deze helikopters heeft en ook daarmee vliegt, die onderhoudt ze zelf en ook de mensen zelf opleidt. En dat gaat hier ook gebeuren, ook voor het Amerikaanse leger? Het Amerikaanse deel niet, hè. Zij zullen het gewoon vooral zelf blijven doen. Maar met name de landen, de kleinere landen die een aantal Chinooks hebben, hè, waaronder Nederland, maar ook bijvoorbeeld Australië, de Emiraten, Italië, Spanje, zij zullen met hun mensen hier naartoe gaan komen als het een beetje mee zit. Dus u heeft ook wel zekerheden naast onzekerheden? Wij hebben sowieso alle lopende contracten van Boeing meegekregen. Ja, en zij zullen dan ook samen met ons hier de mensen gaan opleiden. Ik ben nu een beetje bang voor het Verolmen-syndroom, wat we in de jaren 70 en 80 hebben gehad met Verolmen. Daar ging heel veel overheidsgeld naartoe, maar uiteindelijk mislukte het, hè? Ja, ik heb dat ook begrepen allemaal, maar in principe, ja, hier moet het wel gaan lukken. We hebben een hele goede business case gebouwd met elkaar. De overheid ondersteunt ons in alles wat wij doen, maar daarbij hebben we ook voldoende, zeg maar, ondernemersgeest om heel veel dingen te laten slagen. En met verenigde krachten gewoon heel veel dingen hier te realiseren in Midden-Brabant. Nog even kort het programma van vandaag. Wat zijn volgens u de hoogtepunten die we mee gaan maken hier? Nou, de hoogtepunt is natuurlijk ook, zeg maar, het binnenbrengen van de helikopter. Ik zal ook een aantal zinnen spreken naar de mensen. Ja, en dan met z'n allen het glas heffen op de komst van het Chinook. We gaan het beleven. We gaan het nu echt beleven. Erik, proost. Proost.